Waarom grijpen de Verenigde Naties niet vaker in bij conflicten? Dit is de Universiteit van Nederland. We zijn in New York, East River, het paleis van de Verenigde Naties. Er komt een bericht binnen, een foto wordt gestuurd. Turkije schiet een Russisch vliegtuig neer en beweert dat het over Turks grondgebied heeft gevlogen. Turkije stuurt snel een mail, een bericht, een verzoek naar de Verenigde Naties. Om wat te doen? Dat is de vraag die nu voor ons ligt. Ik zie dat mensen allemaal vlaggen hebben. Willen jullie een kaartje ophouden? Iets hoger nog, denk ik zelfs, dat iedereen het goed kan zien. Oh, het zijn er wel 15. We zijn bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aangekomen. 16, want ook de Verenigde Naties zelf heeft een vertegenwoordiger aan tafel met de secretaris-generaal, Ban Ki-moon. Welkom. We zien hier 5 landen. Verenigde Staten, Rusland, Verenigd Koninkrijk, China en Frankrijk. Zij hebben een speciale rol. Zij zijn permanente leden van de Veiligheidsraad. Is dat belangrijk? Jazeker. Permanente leden hebben een vetorecht. Als 9 van de 15 leden van de Veiligheidsraad een resolutie aannemen en geen van de permanente leden tegenstemt, is er een resolutie aangenomen die geldig is voor alle leden van de Verenigde Naties. 9 van de 15. Daarom hebben we de overige leden ook nodig. De niet-permanente leden die 2 jaar afwisselend lid mogen zijn van de Veiligheidsraad. Nederland probeert binnenkort lid te worden van de Veiligheidsraad voor 2 jaar. Nederland vertegenwoordigt dan de groep overige landen, West-Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada. Die mogen er 2 afvaardigen. Oost-Europa mag 1 lid, niet-permanent lid afvaardigen. Afrika 3, Azië 2, Latijns-Amerika 2. Dat maakt samen 10 niet-permanente leden. Dan zullen we zeggen, en de andere leden dan, die we nu niet goed kunnen zien en die hun vlaggen niet omhoog kunnen houden, die zijn wel lid van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die vooral in het najaar bij elkaar komt. De beslissingen die zij nemen zijn niet bindend, het zijn adviezen. De Veiligheidsraad en die zijn belangrijker, en vooral voor internationale politiek, omdat de Veiligheidsraad vooral zich bezighoudt met zaken die de internationale vrede en veiligheid bedreigen. Er is een vliegtuig neergeschoten. We gaan een vraag voorleggen aan de Veiligheidsraad. Meerdere vragen. Als ik u zou vragen, de Veiligheidsraad betreurt dit incident en roept Turkije en Rusland op om tot overeenstemming te komen over het probleem en tot normale betrekkingen over te gaan. Wie van u is voor deze resolutie? Wie van u is tegen deze resolutie? Ik hoef de tweede vraag al niet meer in stemming te brengen. De tweede vraag zou zijn: Rusland heeft een daad van agressie begaan omdat haar vliegtuig Turks territorium heeft overschreden. De Turkse handeling was een legitieme daad van zelfverdediging. Wie van u zou dat hebben gesteund? Niemand. De Russische stem is uiteindelijk al doorslaggevend geweest. Een veto bij de eerste resolutie. Het was Jozef Stalin die in 1945 erop stond dat het vetorecht zou worden ingevoerd als er een Verenigde Naties zou komen met een Veiligheidsraad die supranationale bevoegdheden bijna zou krijgen. Want de Sovjet-Unie, als een van de weinige communistische staten, zou meteen eigenlijk te zwak zijn om ooit een meerderheid te kunnen halen. Hij wenste dat veto. En daarom hebben we dat veto. En toen de Sovjet-Unie het wilde, wilden de andere overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog dat natuurlijk ook. En daarom zitten we hier nog met deze overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. Daarom ook zijn andere landen helemaal niet zo blij. Ik heb hier een paar. India.
Duitsland. Japan. Brazilië. Landen die vandaag de dag machtiger, belangrijker zijn, maar geen permanent lid zijn van de Veiligheidsraad. Niet dat vetorecht hebben. Eigenlijk wel mee zouden willen doen. In de Koude Oorlog dus was de VN een speelbal van de grootmachten. En was het de Sovjet-Unie die zijn veto heel vaak uitbracht. Vanaf 1970 is het vooral de Verenigde Staten die een veto uitspreekt in de Veiligheidsraad. Vaak over kwesties die Israël-Palestina betroffen. Waarom? Omdat na de decolonisatie heel veel derde wereldlanden of zich neutraal opstelden ten opzichte van het Westen, of juist meededen in de stemmingen met de Sovjet-Unie en haar bondgenoten. De Verenigde Staten bevond zich toen in de Veiligheidsraad in een soort van minderheidspositie, weliswaar met Engeland en Frankrijk nog wel, maar moest daarom tot het veto-wapen overgaan. Op allerlei momenten is er door toeval in min of meer een mechanisme ontstaan waardoor blauwhelmen, troepen namens de Verenigde Naties, worden gestuurd om in conflictzones vechtende partijen van elkaar te scheiden en gescheiden te houden. Dat heeft een enorme vlucht genomen en nog meer na de Koude Oorlog. Een tweede belangrijke ontwikkeling tijdens die Koude Oorlog was de ontwikkeling van het internationaal recht. Dankzij de tribunalen in Nuremberg en Tokio, dankzij de conventies voor de rechten van de mens, is er steeds meer een idee ontstaan dat het niet alleen maar om die staten gaat en hun belangen, maar dat ook mensenrechten een hele belangrijke waarde zijn in de internationale politiek. En dat via het internationaal recht wel degelijk de internationale gemeenschap soms uitspraken kan doen over wat er in andere landen gebeurt en zelfs kan besluiten om in te grijpen in andere landen. Die langzame ontwikkeling zien we toch ook al in de Koude Oorlog ontstaan. Dat neemt een grotere vlucht na de Koude Oorlog. Na de Koude Oorlog is er geen sprake meer van die blokkade, die wederzijdse blokkade door de grootmachten. En is er plotseling veel meer ruimte om over internationale problemen te spreken, te onderhandelen, zonder dat meteen die ideologische strijd van de Koude Oorlog daarbovenop komt. Dat heeft ook te maken met een belangrijke technische innovatie in de manier waarop de VN werkt. Die vooral te danken is aan secretaris-generaal Pérez de Cuellar. Aan het eind van de jaren 80 heeft men namelijk een speciale kamer geconstrueerd in de VN, waar de leden van de Veiligheidsraad en speciaal ook de permanente leden van de Veiligheidsraad met elkaar in het geheim kunnen overleggen. Is dat belangrijk? Ja. Stille diplomatie, geheime diplomatie, kan helpen. Tot die tijd werd de VN vooral gebruikt als een soort van podium om te zeggen waarom je de beste bent of waarom de ander slecht is. En kon je dus eigenlijk niet echt in het openbaar gaan toegeven dat je misschien met je vijand toch wel een deal zou willen sluiten. Door het creëren van een achterkamertje bij de VN, bij de Veiligheidsraad, werd het mogelijk om rustig met elkaar te onderhandelen en zonder gezichtsverlies concessies te doen. Het grootste succesverhaal daarbij is de missie van de VN in Cambodja tussen 1991 en 1993. In Cambodja was uiteindelijk sprake van een burgeroorlog, interventie door Vietnam, andere staten die zich daarmee wilden bemoeien, maar dankzij het einde van de Koude Oorlog en daarmee eigenlijk het verdwijnen van die ideologische confrontatie in Zuidoost-Azië tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, werd het mogelijk om via de Veiligheidsraad te komen tot een langdurige oplossing voor Cambodja. De Verenigde Naties namen het bestuur over van Cambodja voor 2 jaren en bereidden het land voor nieuwe verkiezingen, brachten daar een nieuw rechtssysteem, probeerden de opvang voor terugkerende vluchtelingen te realiseren en heel belangrijk, probeerden een proces van verzoening op gang te brengen. Meer dan 20.000 blauwhelmen hebben in die jaren bijgedragen aan het leggen van het fundament van een min of meer democratisch functionerende Cambodja. Dat werd niet meteen een succes. Dat heeft heel veel tijd gekost. Er zijn nog heel veel conflicten bovenop gekomen. Maar de VN heeft daar laten zien dat ze wel degelijk een grote bijdrage kan leveren tot conflictoplossing. Maar dat kan niet zomaar. In het algemeen geldt
Dat je daarbij ten eerste vaak te maken hebt met een situatie ter plekke die je kunt karakteriseren als een impasse. Geen van de strijdende partijen in het conflict kan vooruitgang meer boeken. Daarbij is het ook vaak nodig dat andere landen die belangen hebben bij de situatie, concreet hier Vietnam, dat die of door grootmachten onder controle worden gehouden, of dat die op een andere manier worden gecompenseerd. Het gaat nooit vanzelf. Je moet altijd rekening blijven houden met de belangen van de partijen die bij het conflict betrokken zijn. Sinds het einde van de Koude Oorlog is de VN belangrijker geworden. Belangrijker in de zin dat staten steeds vaker aan de VN vragen om via een VN-vredesmissie een bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen. Dat is ook een beetje de verantwoordelijkheid afschuiven aan de VN. Oh, dan doen zij het maar, hoeven wij het niet te doen. Ze stellen ook niet altijd het bijbehorende budget daarvoor beschikbaar dat nodig is om dergelijke oplossingen te realiseren. Er is nog een andere reden waarom de VN steeds belangrijker wordt. Staten in hun retoriek zeggen steeds vaker, wij willen de internationale rechtsorde handhaven. Wij geloven in een wereld waarin de VN een rol speelt. Als je die woorden bezigt, moet je jezelf daar ook aan houden. Dat doen staten steeds meer. Daar komt nog eens bij dat binnenlands publieke opinie, die juist ook heel erg gecharmeerd is van de internationale rechtsorde en het je houden aan de regels, steeds vaker druk uitoefent op politieke leiders om internationale problemen via de VN op te lossen. Zo groeit er langzamerhand toch een groter gezag voor de Verenigde Naties. Maar nog steeds is niet iedereen blij. Er zijn veel landen die eigenlijk vinden dat ze meer te zeggen zouden moeten hebben in die VN. En misschien moeten we dan ook maar eens kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Ik stel voor dat we nu de zaal vergroten. We zijn niet langer de Veiligheidsraad, maar we zijn de Algemene Vergadering. En we zullen eens kijken of we zullen aanvaarden dat deze belangrijke landen iets meer te zeggen krijgen. Voorstel 1. India, Brazilië, Duitsland en Japan krijgen een permanente zetel zonder vetorecht. Wie is daarvoor? Afgewezen. Dezelfde landen. De permanente leden die er nu zijn, mogen permanent blijven, maar we nemen hun vetorecht af. Wie is daarvoor? Okay. Als de Algemene Vergadering mag beslissen, zijn u het kwijt. Maar zo'n beslissing wordt ook in de Veiligheidsraad genomen. We leggen het aan de Veiligheidsraad voor. Zouden jullie je vetorecht opgeven? Nee. De Verenigde Naties blijven nog altijd een ingewikkelde organisatie die voor een deel rust op wat na de Tweede Wereldoorlog is besloten. En omdat dat vetorecht bestaat, is het heel moeilijk om dat instituut te hervormen. Ook al geeft iedereen wel aan dat bepaalde landen toch misschien wel iets meer te zeggen zouden moeten hebben. De legitimiteit van de Verenigde Naties staat dus eigenlijk voortdurend op het spel. Maar gelukkig, zeggen sommige mensen, is er hoop. Hoop is misschien te vinden in het internationaal strafhof, dat onderdeel is van de VN. In het internationaal strafhof, dat zijn zetel in Den Haag heeft, het internationaal strafhof zou het toonbeeld zijn van hoe dat internationaal recht is gegroeid. En hoe de internationale gemeenschap nu in staat is om individuen die verantwoordelijk zijn voor misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden, om die gearresteerd te krijgen, naar Den Haag te krijgen, te berechten en uiteindelijk een straf te laten uitzitten. Dat is inderdaad één stap op weg naar een wereldregering. Dat is één stap weg van wat we wel de anarchie noemen. Maar we moeten voorzichtig zijn. Het is waar dat het strafhof veel kan. Maar we weten ook dat niet alle landen blij zijn met het strafhof, omdat ze menen, dat het vooral Afrikaanse landen, leiders van Afrikaanse landen straft. En dat het daarmee een instrument is van het noorden, het westen. Het laat zien dat er hoop is. Mensenrechten worden belangrijk. Het laat ook zien dat landen, zelfs die nieuwe instellingen als het strafhof,
blijven beoordelen als, ja, maar is het ook in mijn belang? We wachten af hoe de internationale instituties zich zullen ontwikkelen. Applaus.